Wij zijn GIDS, geneeskundestudenten in de samenleving. Wij hebben samen met onze wijlen mentor, professor Charles Boucher, een bureau opgezet dat maatschappelijke projecten verbindt met geneeskundestudenten, zowel binnen als buiten de opleiding. Zo geven we niet alleen iets moois terug aan de samenleving, maar ontwikkelen studenten zich ook op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Studenten leren mensen kennen uit de samenleving en ze leren over factoren die van invloed zijn op de gezondheid, zoals armoede, laaggeletterdheid en leefomgeving. Deze dingen zijn alleen te leren in de stad en niet in de collegezalen. Wist u dat wel 1 op de 5 Rotterdammers moeite heeft met lezen en schrijven? En dat zij puur daarom al een gezondheidsachterstand oplopen? Samen met de gemeente en welzijnsorganisaties proberen daarom middels verschillende projecten laaggeletterdheid te verminderen. Zo lezen we voor aan basisschoolkinderen met een taalachterstand, geven we gezondheidsvoorlichtingen aan laaggeletterde mensen met diabetes en geven we masterclasses voor studenten. Sinds het uitbreken van de coronacrisis merken we dat er in de samenleving veel vragen en twijfels over het virus en de vaccinaties zijn. Deze vragen en twijfels proberen wij weg te nemen door laagdrempelig met Rotterdammers in gesprek te gaan. Zo gaven we lessen over het coronavirus op basisscholen, spraken met jongeren uit verschillende wijken, gingen met een corona-vragenbus de stad in en stonden we op Rotterdamse markten om met mensen het gesprek aan te gaan. Daarnaast helpen we nog bij projecten die onder andere gericht zijn op leefstijl, ouderen en reïntegratie. Zo proberen we met elkaar de wereld een stukje beter te maken en bij te dragen aan het opleiden van een generatie maatschappelijk betrokken gezondheidsprofessionals. Stem op GIDS!